Wij zijn de oosterlingen, strijders van het land. Reizen over zeeën en door brandend zand. De gezichten van je Nava hangen bij ons aan. Geen geheim is onbekend, je Nava houdt stand. Wij zijn de oosterlingen, strijders van het land. Reizen over zeeën en door brandend zand. De gezichten van je Nava hangen bij ons aan. Geen geheim is onbekend, je Nava houdt stand. Zo. Gegroet. Gegroet koning. Ah, dan zijn we dan eindelijk in de kamer. Waar we altijd bespreken over de laatste zaken. Ik zie dat niet elke hertog er is. Hier hertog Jamie. Hallo. Ja. Timon en mijn raadgever Dennis. Maar waar is de rest? Ja. Jasper? Dat is een slecht verhaal. Vertel. Ja, die heeft ons op de laatste missie, is hij er vandoor gegaan. Samen met een paar andere manschappen. En die hebben het niet meer teruggezien. Welke manschappen dan? Maar, ja. Nou, Gio is er ook vandoor. Dus, en, wow, oké. En naar wie zijn ze dan gegaan? Ja, volgens de geruchten zijn ze in Antropia gezien. Wow, dus Jasper is gewoon naar de vijand gestapt? Ja, volgens de geruchten wel. Damn, wat een verrader. Wow. Had ik nooit van Jasper verwacht. Nee, ik ook niet. Ja, dan zijn er nog wat zaken die we moeten bespreken, want zoals je weet is er wat gebeurd in de tempel waar Leon ons naartoe heeft gestuurd. Jamie, jij was erbij natuurlijk, Dennis jij ook. Ja. Ik zal jou daar even op de hoogte mee stellen, Timon. Ja. Trouwens, hoe gaat het daar bij jullie stuk? Nou ja, het is erg wennen, want het is erg koud en dat zijn we natuurlijk niet gewend, maar ja, het gaat wel. Oké, mooi. Oké, wat er dus is gebeurd is dat wij door boeken steeds werden geleden naar een bepaalde tempel. En in die tempel zat dus blijkbaar een schat waar wij Rachtanatos tegenkwamen. En ja, wat blijkt nou, dus daar ging een gevecht, dat ontstond daar. En we hebben toch op het laatste besloten om de schat te delen. Maar we zoeken Leon dus. Ja, we hebben het toch gedeeld. Ja. Want ik ben nog niet goed genoeg om... Ja, de Empire Wand tegen hem te gebruiken. Hij is daar nog steeds veel beter in. Ik ben steeds beter aan het worden, maar... Ja, het duurt even. Nou, en Leon is nog steeds niet gevonden. Nee, inderdaad. Leon is niet gevonden en we snappen echt totaal niet... waarom hij ons daar naartoe leidt, waar hij is. Dus... Maar je hebt ook allemaal traps in je oude geboorteplaats. Had hij ook allemaal traps achter neergelegd. Klopt. Ja, en in Vistara, daar kan hij ook niet zijn, want wij houden ons gebied heel erg goed in de gaten. Dus daar kan hij ook niet zijn, dat weet ik zeker. Ja, en jij weet ook niks, hè, Jamie? Ik heb hem ook nooit gezien. Ja, klopt. In Itsia is hij ook niet. En voor de rest zou ik echt geen idee hebben. Want Timon, jij bent op dit moment heel druk bezig met een gevangeniseiland te bouwen daar, toch? Ja, voor de beruchtste gevangenen van ons land. Oké, dus ja... Ik weet niet welke richting ik op moet om Leon te vinden. Nou, misschien weet ik iets. Wat dan? Een tijdje geleden waren wij ook op Kraks. Misschien klopt, is hij daar achtergebleven. Maar is die ambassade die wij daar hebben gebouwd, die is af, toch? Die is af. Ja. Ja. Nou, wellicht zijn daar dan mensen die, ja, inderdaad meer weten. Dus dat raad jij mij aan? Ja, ik zou daar mensen ondervragen. Ja. Oké, nee, dat lijkt me een goed punt. Oh, bezoeker! Oh! Wie is dat nou? Oh, Rachtanatos! Je bent er ook weer. Oh, ik heb niet genoeg gehad met je halve deel diamonds. Bully? Oh, oké, je komt dus om gewoon met ons te praten. Tempi Oseka. Oh, gelukkig. Ja, nee, dat wou ik ook even zeker weten, dat onze bondgenootschap in ieder geval niet geschaad is door dit gevecht. Nee, klopt. Ja, het was voor mij ook best wel een goede training met mijn Empire Wand in principe, dus het kan niet zoveel kwaad. Maar wij zijn dus op zoek naar Leon, want wij snappen nog steeds niet hoe het komt dat wij naar die schat zijn geleid. Dus we vinden het nog steeds heel raar en wij gaan dus naar Kraks om te kijken of mensen daar meer weten hiervan. Tempi Oseka. Dankjewel, Rachtanatos. Oké, jongens, laten we gaan. gamer, je moet me geloven. Check die shit of game over. www.nlgamereviews.nl, klik erop en check die shit snel. Ben je gamer, je moet me geloven. Check die shit of game over.